Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben wat wolken boven Nederland en uit die bewolking valt vooral in het noorden nog buien regen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe schijnt ook de zon. Overigens kan er ook nog een klap onweer bij voorkomen in het noordoosten. Temperatuur in de ochtend rond de graad of 17. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op en wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot 23, lokaal misschien 24 in het binnenland. Verspreid over het land kan nog wat lichte neerslag vallen, maar op veel plaatsen is het gewoon droog met af en toe de zon. Vanavond helder weer op veel plaatsen, maar niet in het zuidwesten, want daar neemt de kans op buien wel weer toe. Er staat een stevige wind in die hoek van het land. In de rest van het land is het heel rustig met temperaturen van een graad of 18. Morgen 21 tot 24 graden maximaal. Op veel plaatsen blijft het lang droog, maar in het oosten neemt de kans op bewolking wel toe. Misschien in de loop van de dag ook wat lichte regen daar. Wind uit het noorden draait zondag naar het noordoosten, dan is het op de meeste plaatsen droog, hoewel ook Limburg dan weer kans maakt op wat licht gespetter. Maar er is ook ruimte voor de zon, een best aardige dag. Maandag vergelijkbaar weer, net als dinsdag, met temperaturen van een graad of 20. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl